Alsjeblieft, als je kunt, alles helpt. Bedankt. Ik had een bal nodig. Serveer. Mijn geld. Gevonden. Oh nee, een stroper. Heb eens. Wat moet ik doen? Ik weet het. Geld. Het is van mij. Oh nee, het is een val. Laat me eruit. Bedankt dat je me gered hebt. Uiteraard, dit zal ik nooit vergeten. Is dat gerommel in je maag? Ik sterf van de honger. Ik heb geen geld. Hij heeft alles in beslag genomen wat ik had. Ik weet een uitweg. Kom mee. Ik neem je mee naar mijn koninkrijk. Welkom. Deze plek is... overstroomd. Ik verdrink. Oeps. Ik was helemaal vergeten dat je lucht nodig hebt. Haal adem. Werkt het niet? Hé, iedereen, de zuurstof is op. Druk op de like-knop om ons te helpen de tank te vullen. Tijd voor wat onderwatermagie. Zomaar heb je kieuwen. Goh. Hier is een adoptiecertificaat. Teken het als je mijn dochter wilt worden. Natuurlijk. Joepie, ik ben in de wolken. Erik! Lieverd, dit is je zusje. Wat? Zij? Ik wil niet zo'n slonzige zus. Kom op, Erik. Dat is zo onbeleefd. Lieverd, vrolijk op. We zullen je snel opdoffen. Afgesproken? Oh, het vel moet nu meteen weg. Ga maar liggen. Dan ga ik mijn visvrienden roepen. Zo fascinerend. Het vel zal in een oogwenk verdwijnen. Wauw, inderdaad. Laten we je haar doen. We hebben veel schuim nodig. Schuim is geweldig. Nu spoelen we het uit. Een hoofdhuidmassage kan geen kwaad. Tap je haar droog met een speciale geschubde handdoek. Helemaal goed. Oh, je gezicht. Daar hebben we een speciale zeep voor nodig. En een gouden gezichtsmasker zal je huid voeden. Heerlijk. Afvegen en het gezicht straalt. Fantastisch. Tijd voor een outfitwissel. Probeer het eens. Ik heb al een favoriete jurk. Maakt niet uit. Je ziet er leuk uit. Een strik toevoegen. Het lijkt alsof de stank weg is. Leuk je te ontmoeten. Oh nee, echt niet. Erik, zeg tegen je zus nu meteen gedag. Prima. Oh ja, hoe geweldig is dat? Leuk stokje. Afblijven. Wauw, een schelp. Die is van mij. Geef terug. Het is mama. Ze roept ons. Oh nee, mam. Oh, mijn baby's. Hier is mijn testament. Ik zal rijk zijn. Oh, mam, alles komt goed. Wie een significante ander vindt, krijgt de erfenis. Zo niet, dan krijg je geen cent. Ik maak geen schijn van kans. Ik wil zien wat ze eraan doen. Niemand zal ooit van me houden. Gezien hoe ik eruit zie. Ah, wat is dat? Nee, octopus. Hey, stop de waterval. Bedankt, je bent de leukste. Ga naar het bal, zoek een vriendje voor jezelf. Kom op, dat is gewoon gek. Nooit. Kijk naar mij, ik ben een verloren zaak. Kijk in de spiegel. Magische spiegel. Auw, ben ik het? Ik bedoel, ik lijk helemaal niet op een zeemeermin. Probeer te glimlachen. Oh, oké. Oeh, dit gaat niet werken. Ik moet nadenken. Ik weet het. Een beautybox. Laten we het uitpakken. Reinigingssponsjes. Om de bril schoon te maken, toch? Oh jee, dat is het niet. Wat is het dan? Dringen de afspraak bij de schoonheidsspecialisten. De schoonheidsspecialisten? Ik ben er klaar voor. Reinig je gezicht met schuim. Een ontspannende massage. Werk de puistjes weg. Oh, wow. Breng een masker aan. Spoel het af. Tijd voor een stoffenmasker. Geef het 10 minuten.
Gezichtsmassage. Breng wat scrub aan op schrale lippen. Was het eraf. Breng patches voor lippen en onder de ogen aan. Een voedende lippenbalsem om de behandeling af te maken. Wauw! Wat? 10%? Dat is het? Dit is nog maar het begin. Laten we de bal aan het rollen brengen voordat er een menigte kandidaten komt opdagen. Oeh, ik ben een hunk. Wat parfum. De nagels bijwerken. Genoeg, het is prima zo. Kijk naar dat haar. Wat een genot. De prinsessenauditie begint nu. Ze kunnen hier elk moment zijn. Huh? Waar is iedereen? Ik weet het niet meer. Waarom zijn ze te laat? Hey, hallo? Wat is onze agenda? Laten we aan de make-up werken. Vind je dit leuk? Wat? Nee, geen unibrow. En dit dan? Huh? Ik wil geen snor. Nee. Ik heb mijn opties allemaal aangetikt. Eigenlijk heb ik een idee. Laten we magische schubben gebruiken. Leuk. Lijn de schubben symmetrisch. En voeg glitters toe. Klaar. Hoe ziet dat eruit? Schitterend. Prachtig. Je makeover is voor 20% klaar. We moeten verder gaan. Mijn hoofd kriebelt een beetje. Dat is gek. Je haar verlangt naar een behandeling. Mijn haarkammen kan ik wel. Vervolgens besprenkelen je haar met water. Je mag mijn jasje hebben. Het zal helpen. Weet je het zeker? Ik kan het proberen. De lokken oprollen en vastzetten met haarbanden. We verstoppen ons haar onder een muts. En feunen. Oh, wow. Het prachtige kapsel is compleet. Eens kijken. Wauw, 40%. Het gaat goed tot nu toe. Wat? Huh? Een kikker? Waarom? Oh, ik snap het al. Je bent een betoverde prinses. Het enige wat je nodig hebt om de betovering te verbreken is een kus. Bah, vies. Goed, ik doe het. Niet? Moet ik het nog een keer doen? Huh? Ze gaat gewoon weg. Harteloos. Wil je mijn prinses zijn? Yeah. Absoluut niet. Daar krijg je spijt van. Maatje, het is nu alleen jij en ik. Moeten we je outfit veranderen? Oh ja, goed idee. Waar zal ik voor kiezen? Links of rechts? Links. Nu? Rechts. Links. Zoals je zegt. Rechts. Wacht hier, ik probeer een nieuwe fit. Tadaa! Spectaculair, nietwaar? Dat is helemaal niet goed. Maar we hebben zo hard geprobeerd en zijn zo ver gekomen. Wat moeten we doen? Probeer dit eens. Wauw, deze jurk is prachtig. Bedankt. Vind je hem mooi? Ik vind hem prachtig. Eens kijken. Zeemerminprinses zit op 60%. Goed. Beroemde zeemerminnen. Aquata? Oké. Okay. Athena, leuk je te ontmoeten. Hoe heet deze zeemermin? Hey, weet je hoe deze zeemermin heet? Ja of nee? Laat het weten in de comments. Hey! Oeps, dat zijn al mijn tanden. Ik moet er iets aan doen. Bleek. Ik geef het wat tijd. Voilà, mijn glimlach is overblindend. 80% zeemerminprinses. Hoe gaat het met je? We moeten iets aan je haar doen. Wat dacht je van een vlinderhoofdband? Nope. Nee. Een hoed? Te klein? Of een zonneklep? Echt niet. Hier is een leuke hoed die je goed staat. Een beetje groot, maar het is oké. Bedankt. Goh, ik denk dat ik gevonden heb wat ik zocht.
Een tiara en oorbellen. Laten we het versieren. Ben je er klaar voor? Eens kijken wat de spiegel zegt. Volledige makeover. Het is ons gelukt. Heel erg bedankt. Hey, iemand? Alsjeblieft, wees mijn prinses. Mam, herschrijf het testament. Waarom zo'n haast? Erik, mama heeft een pauze nodig. Mama, dit zijn mijn bewonderaars. Cadeaus? Zo leuk. Dat is geweldig. Tot ziens, testament. Sterven is geannuleerd. Ik ben weer gezond. Mijn baby's, ik hou zoveel van jullie. We zullen een geweldige toekomst hebben. Dag iedereen, ik ben weg. Ze is toch niet dood gegaan? Erik, dit is voor jou, rijpe, sappige appel. Bedankt. Er klopt iets niet. Een appel? Oh nee, ik was het niet. Wat een schattige pop. Zo eentje heb ik altijd al willen hebben. Maak kennis met de zeemerminnen. Het zijn mijn huisdieren. Het zijn gewoon poppen, geen huisdieren. Waarom lachen ze ons uit? Maak je niet druk. Dag, loser. Negeer het. Ik vind je zeemerminnen leuk. Echt waar? Tuurlijk. Het is pauze. Schiet op. Ik ben zo boos. Hoe durven ze? Oh, ze zullen wensen dat ze dat nooit gezegd hadden. Wat dacht je daarvan? Wacht even. Wat is dat? Ze zamelen geld in voor een droomhuis. Dit is een idee. We bouwen een huis dat zo mooi is dat de kinderen meteen van ons zullen houden. Ik stel voor dat we het huis hier bouwen. Klinkt goed. We hebben alleen meer ruimte nodig. Verplaats de tafeltjes. We hebben een plan nodig. Een dak, een geraamte. Wat is aan het doen? Nog een laatste stoel. Oeps. Ik voeg hier een lamp toe. En gordijnen. Klaar. Hoe klinkt mijn plan? Hier is alles wat je wilt. Fantastisch. Zullen we beginnen met bouwen? Echt wel. Ik moet het voorzichtig verwijderen. Nutteloos, nutteloos, nutteloos. De kasten. Staan allemaal op hun plek? Laten we onze magie gebruiken. We hebben het geweldig gedaan. Ik weet het. Wat? Oh. Kia! Waar heb je dat geleerd? Van een YouTuber. Zo schattig. Laten we wat licht toevoegen. We versieren de ingang met kristallen. En schelpen. Zus, ik kan je hand wel gebruiken. Het is gelukt. We lijmen de schelpen aan de muur en verfraaien de fundering van het huis met koralen. De binnenkant moet oogverblindend zijn. En sprankelend. Een kind, wat moeten we doen? Magische menselijke makeover. Het is alsof de zeemerminnen er nooit zijn geweest. Hé, hey kind. We zijn geen zeemerminnen meer. Oh, nee. Oké. Phew, terug naar bouwen. Wat? Ben je weer bezig? Wat als ik de bubbels tot as verbrand? Nee, mijn bubbels. Waarom moet je dingen verpesten? Sommige stomme dingen blijven in de weg staan. Goh, waarom schreeuw je zo hard? Ah! Oké, ik zal alles repareren. De bubbels zijn terug. Bedankt. Niemand kan ze nu verpesten. Ik heb een idee. We gebruiken de ballon om het huis te versieren. Dat lijkt me geweldig. Aan het werk. We gaan verder met interieurontwerp. Het is prachtig. Helemaal mee eens. We zijn een dreamteam. We hebben meer licht nodig. Ik zal helpen. Bedankt.
Dit is het huis waar ik over vertelde. Goh, hey, welkom. Dit is voor jou. Wauw, we hebben ons eigen speelhuis. Dit is zo fascinerend. Wat gebeurt er als je op deze knop drukt? Vind je het leuk hier? We hebben deze challenge gerokt. Oh nee, mijn bal. Ik laat je niet achter. Loop nooit meer weg. Hoi, ik ben Smoor verliefd. Chad, wakker worden. Hey, oh, ik ben zo onhandig. Ik ben alles kwijt. Ik kan je helpen. Zo aardig van je. Oh, een zeemeermin. Ik hou ook van zeemeerminnen. Waarvan? Ik kan ze letterlijk niet uitstaan. Ze zijn het ergst. Vaarwel voor altijd. Hij is wel grappig. Ik moet wel terug. Niemand zal me herkennen. Ik ben maar de schoonmaakster. Ik ben onzichtbaar. Mooie struik. Daar heb ik er toevallig een van. Waarom is hij zo zwaar? Een beetje meer. Oeps. Mijn toets. Het is verpest. Oh nee, dat wilde ik niet doen. Ik ben er zo klaar mee. Het is de schuld van de emmer. Alsjeblieft, niet huilen. De toets is te redden. Om de tekst te herstellen hebben we 30.000 likes nodig. Het komt goed. Kunnen jullie ons helpen? Like om het kind te helpen. Alsjeblieft. Waarom heb ik overal jeuk? Ik word er gek van. Wat? De schubben komen terug. Voor je het weet ben ik weer een zeemeermin. Wat denk je daarvan? Er is een beproefde methode om van schubben af te komen. Hey, wat ben jij aan het doen? Van de weegschaal afgaan? Ik heb een beter idee. Wakstrips. Vaarwel, schubben. Het doet pijn. Kijk eens hoe schattig het is geworden. Perfect voor decoratie. Wauw, ik ben onder de indruk. Ik weet het. Geef me de andere. Fantastisch. Het wordt geweldig. Het boeket is er. Hier komt ze. Hoi, schatje. Hey, Chad. We zijn eindelijk helemaal alleen. Oh, dat is super raar. Uh-oh, wat heb ik gedaan? Ik heb verpest. Nu wil ze niet eens meer met me praten. Wat een rotzooi. Auw. Een afspraakje? Natuurlijk, ik vraag haar mee uit. Wat zal het zijn? Picknick op een strand? Of een afspraakje in de bergen? Ik weet niet wat beter is. Hey iedereen, vertel me alsjeblieft welk idee voor een date ik het beste kan doen. Tropisch of ijzig? Laat het weten in de comments. Ik heb zo'n dorst, het is zo warm. Ik heb de perfecte plek voor onze visserkom gevonden. Ik voeg wat snoepjes toe, zodat het er schattig uitziet. Water, wat een opluchting. Oh nee, het ging van water naar ijs in een seconde. Waarom? Niet zo'n bui. De drankjes zijn bijna klaar. Uitdroging wordt mijn dood. Stop ermee. Dit ijs is perfect om drankjes mee te koelen. Hier, proef maar. Oh ja, bedankt. Het muisje heeft een kort lontje. Moet zeemeermin op het bord schrijven. Oh ja. Wat? Ik hou van Chad? Nee, dat had ik niet kunnen schrijven. Ik hoop dat niemand het kan zien. Mijn hart, het ontdooide. Oh, echt niet. Nooit. Verman jezelf. Zeemeermin is maar één woord. Zeemeer. Oh nee. Ik heb het weer gedaan. Oh, Chad.
Zus, red me. Ik ben verliefd. Op wie? Chad, de leraar. Een menselijke leraar. Hallo, jullie. Hij is het. Praat met hem. Probeer het. Wat een mooi huis. We hebben het zelf gebouwd. Oh nee, we veranderen nu elk moment in zeemerminnen. Chad, het is zover. Wat staat er? 2, 1. We zijn weer zeemerminnen. Niemand mag ons nu zien. Waarom nu? Zeemerminnen. Laat ik me even voorstellen. Chad, de beste zeemerminnenjager. Wat is dit voor een plek? Waarom zijn we hier? Ik wil naar huis. Een foto met zeemerminnen. Maar $20. Wat is hij van plan? Slechts één dag. Je kunt unieke foto's krijgen voor wat geld. Ik wil een foto met zeemerminnen. Ik wil eerst. Eerst geld, dan pas een selfie. Jongen, red ons. Help. Help ons. Ik smeek het je. Ik ga als volgende. Gaat lekker. Hulp kunnen we net zo goed vergeten. We moeten het helemaal alleen doen. Laten we hier weggaan. Maar wees stil. Ik hou van geld. Het zit op het slot. Bedenk iets. Mijn kracht gebruiken. Kou verbrijzelt het glas. Dat gaat lukken. Nee, mijn pick-up. Stop. We willen ons geld terug. Het is zo heet dat ik bijna smelt. Ondraaglijke kou. Ik verander in een ijspegel. Dat wij hier vastzitten is allemaal jouw schuld. Het is jouw schuld. Ik? Het idee was helemaal van jou. Stop met iedereen de schuld te geven behalve jezelf. Dit is een ramp. Dit is het gekste ooit. Echte zeemeerminnen. Waarom al dat gestaar? Ze kijkt of ze ons ook kan vangen. Zeemeerminnen, ik ben een echte fan. Ik heb jullie eindelijk ontmoet. Een fan? Alsjeblieft, kom dicht. We verstoppen ons eigenlijk. Ah, ik begrijp het. Mijn huis staat tot jullie beschikking. Hier zijn de sleutels van de garage. Wauw, we staan bij je in het kruid. We zijn uit het bos. De hele garage staat tot onze beschikking. Geweldig. Als je het mij vraagt, zou een beetje schoonmaken wel fijn zijn. Laten we maar beginnen. We raken de rommel wel kwijt. Het is gelukt. Het zachte bed is klaar. Meer kussens. Naast het bed zetten we een nachtkastje. Wat ijs om te koelen. Blokjes zijn saai. Ik heb een hamer en wat fantasie nodig. Wat is er van plan? Voilà, het ijs is veranderd in een kunstwerk. Jij versiert de muur. Kwallenversieringen. Wow. Het ziet er prachtig uit. Een stel foto's zal als een kers op de taart zijn. Wat is dit in hemelsnaam? Het is een decorstuk. Absoluut niet. Dat is te veel rood. Niet slecht. Ons nieuwe huis is prachtig. Het is ons gelukt. Gezocht. Ik zal jullie opsporen. Jullie zwemmen niet weg, vis. Ik stuur een bericht naar de oceaan. Wat? Ze zijn hier niet. Ik weet dat ze daar zijn. Auw! Wat is er? Wat? Gooi geen flessen in de oceaan. De boete is $1000. Wat? Ah, ik begrijp het. Ik zal het niet meer laten gebeuren. Maar wat moet ik doen? Hij zal ons nooit vinden. We zijn hier veilig. Het is voorbij.
Wat is er gebeurd? Ik kan niet wachten om het te horen. Mijn klasgenoten hebben mij en mijn outfit belachelijk gemaakt. Ze geloven me niet. Ze zeggen dat zeemerminnen niet echt zijn. Moet je die helm zien? Die is hilarisch. Je hebt het allemaal verzonnen, sukkel. Nee, wat een vreselijk verhaal. Wat moet ik nu doen? Ik weet het. We geven je een zeemermin makeover. Wauw, kun je dat echt doen? Laten we beginnen met je haar. Weg met die stomme vlechten. Je haar mooi maken met strassteentjes. Het net verandert in een schabloon. Voilà, de schubben zijn klaar. Pas de nieuwe outfit. En vergeet de schelpenketting niet. Ik ben er helemaal weg van. Glittertijd. De zeemermin schittert als een diamant. De finishing touch? Een tiara. Je bent zo aardig. We vormen een dreamteam. Ik ben terug. Oh, jij. Het spel is uit. Besties, een paar mensen gaan hier een probleem hebben. Kom op, zeemerminnen. Laat het ze zien. Absoluut. Oh, help. De sfeer wordt nog heter. Jouw beurt. Je moet even afkoelen. Het vriest. Heet. Lesje geleerd. Spot niet met zeemerminnen. Het wordt hier veel te warm. Hé, hey, het is hier veel te koud. Ik ril. Man, de hitte is ondraaglijk. Geef me de afstandsbediening. Zeker niet. Het is hier kouder dan op de Noordpool. Oeps. De afstandsbediening is bevroren. Ik zal hem ontdooien. Oh, het was niet mijn bedoeling om te laten smelten. Wat een ongeluk. Gelukkig heb ik een reserve afstandsbediening. Waarom werkt het niet? Wat? Hey iedereen, je moet 10.000 likes hebben om de afstandsbediening te laten werken. Help, like deze video voordat ik smelt. Het is ijskoud. Mijn staart, hij is bevroren. Gelukkig heb ik een föhn. Als je het mij vraagt, is een kwallenwaaier veel beter. Ik heb jullie. Wacht even, waar is iedereen? Waar zijn ze? Laat het weten. Je hebt niets te zeggen? Nutteloze vis. Wat is dit? Een staart of wat? Ze zijn er zo geweest. Jullie krijgen spijt van jullie ontsnapping. Nee, dat krijgen we niet. Auw. Genoeg. Jullie hebben me gek gemaakt. Huh? Wat? Wat is dit? Een zeemerminnenkostuum? Niet slecht. Ik heb een nieuw plannetje in mijn hoofd. Ik ben er klaar voor. Waar is het net? Help, red me. De prinses is in de problemen. Ik zal je redden, liefje. Waag het niet. Eruit. Je had de kikker moeten kussen. Waag het niet om terug te komen. Help. Onze zus zit in de problemen. Opschieten. Kom op, we moeten het net ontwarren. Bedankt. Jullie zitten nu in de problemen. Jullie kunnen niet ontsnappen. Nee, stop. Wat moet ik doen? Hebben jullie het kenteken onthouden? Geef het door in de comments. Help me mijn besties te vinden.
Goh, ik heb er aanleg voor. Misschien ook niet. Maakt niet uit, want ik heb de loterij al gewonnen. Laat ons gaan, we willen naar huis. Niet in jullie wildste dromen. Een foto met een zeemermin, slechts voor één dag. Wat? Je bent gemeen. Hé, wat vind je ervan om een selfie te nemen? Daar krijg je spijt van. Team, ga je gang. Zon niet met zeemerminnen. Oeps, dat was niet mijn bedoeling. Ik ben het niet. Pak hem. Hoera, we zijn vrij. We staan bij je in het krijt. We zijn weer samen, zeemerminnen. De schurk zal gestraft worden.